sta hier in mijn eentje zonder labradoedel, zonder BSA. Maar het maakt eigenlijk helemaal niets uit wie hier staat. En wie hier staat, met alle respect voor Kamerleden, bewindslieden enzovoort. Het succes van deze dag is, wordt en blijft gemaakt worden door jullie. Zo massaal hier aanwezig. Dat is echt op en top. Beste mensen, 75% van de Nederlanders denkt al 30 jaar positief over jullie. Incasseer het en zet jezelf niet in de hoek van we hebben een slecht imago. Ook gisteren is weer gebleken dat 90% van de Nederlanders uw actie steunt. Het probleem is niet Nederland. Het probleem is, het zijn niet de burgers. Het probleem is een deel van het Haagse wereldje. Dat deel van het Haagse wereldje is losgekomen van u. Want anders was u hier niet gekomen. En losgekomen van heel veel Nederlanders die een warm hart hebben voor de boer en voor het platteland. En dit is de boodschap die u afgeeft. De kloof tussen dat stukje Haagse wereldje met verdraaid veel invloed in de randstedelijke media enzovoort. Daar hebben we last van. Elke dag. En dat moet een keer stoppen. In feite bent u in Nederland populairder dan welk kabinet en welke minister ook. We hebben op dit moment een minister die goed scoort in de populariteitsscores, maar ze kan geen 7,5 of geen 80% halen. En u doet dat wel. De boodschap die u afgeeft is halvering. Hoezo? Wat gaan we halveren? We gaan de Haagse bemoeizicht halveren. Daar gaat het om. Daar gaat het om. We gaan het Haagse gedoe dat men precies weet hoe u onderneming moet leiden en welke kant u op moet, daar moet een einde aan komen. Duidelijke randvoorwaarden, duidelijke spelregels waar je jaren mee vooruit kunt en waar je als ondernemer je eigen keuze op kunt maken. Dat is waar het om gaat. Niks meer en niks minder. Op een gegeven moment is het zover, beste vrienden in Den Haag, laat de boer met rust, laat de boer boeren. Als u dat doet in goede harmonie, met uw omgeving, met de buren, met de mensen op het kerkplein, het schoolplein en de voetbalkantine, dan is het goed. Dan is het prima. Beste mensen, wat voor soort actie is dit? Want ik dacht, ja, toen Yvonne Jaspers en Benny Jolink hadden afgezegd, toen kwam de vraag bij mij natuurlijk. Ik heb de krant gelezen, nou, die geloof ik in dit geval. Toen kwam de vraag bij mij, toen dacht ik, moet ik hier aan beginnen? Want wie weet hoe gaat het lopen? En toen heb ik de hele ochtend rondgelopen en toen dacht ik, blij dat ik gekomen ben. Dit is een actie van een gebalde vuist en die hebt u terecht. Een gebalde vuist om mee op tafel te slaan tot hier en niet verder. Maar ook, en ik zeg het erbij, een actie van de uitgestoken hand. We blijven praten, zelfs met de mensen die het niet begrijpen. We blijven praten. Vuist op tafel en blijven praten en eenheid. Dat zijn de dingen die belangrijk zijn, wil deze actie effect hebben. Beste mensen, laat je niet provoceren vandaag. Laat je niet door een handvol loserige veganisten of dierenactivisten. Op de kas jagen. Laat je niet uit je prachtige tractor stappen. Kijk op hun neer. Jullie hebben de steun van Nederland. Jullie hebben de steun van een deel van de politiek. Maar dat deel moet groter. Vele malen groter. En dat is wat er vanaf nu gaat gebeuren. Dit wordt een keerpunt. Dit wordt een keerpunt als we ons netjes gedragen met elkaar. Als we de vuist laten zien van tot hier en niet verder. En de uitgestoken hand reiken. Het was een eer, een hele grote eer om hier te mogen spreken. Dank u wel. Goed, dank u wel, Henk Bleker.